Welkom bij weer de eerste zondaglezing van de hele reeks. Vandaag ga ik het hebben over Van Gogh's kopieën naar zijn eigen werk. Ik wil u eerst kort iets vertellen over de tentoonstelling. Zoals u weet is het museum afgelopen woensdag weer open gegaan na een verbouwing van 7 maanden. Met een grote tentoonstelling gebaseerd op de vaste collectie, maar ook met bruiklenen. En die tentoonstelling heeft Van Gogh aan het werk. U ziet het hier achter mij. Te zien tot 12 januari 2014. En deze tentoonstelling is helemaal gewijd aan Van Gogh's werkwijze. Dus het gaat over Van Gogh als maker van kunst. Wij hebben 8 jaar lang onderzoek gedaan naar Van Gogh's werkwijze in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Shell Nederland. En wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat Van Gogh niet impulsief en spontaan werkte, maar juist heel planmatig en methodisch zijn werken voorbereidde. Uit analyse van verflagen en gronderingen en bestudering van ondertekeningen blijkt dat onder andere dat hij een grote kennis van materialen had, dat hij experimenteerde met verschillende technieken en dat hij zijn doeken en tekeningen gedegen voorbereidde. En dat maakte, toen hij dat helemaal goed in de vingers had, dat hij dus heel snel en trefzeker kon werken. Maar impulsief was hij zeker niet. De tentoonstelling vertelt het verhaal van Van Gogh's ontwikkeling als kunstenaar. En daarbij hebben we, het is een chronologische tentoonstelling, dus u kunt beneden beginnen. Misschien heeft u het al lang gezien, maar mocht u er daarna naartoe gaan, dan kunt u dus beneden beginnen. En alle verdiepingen van het Rietveldgebouw zijn dus nu bezet door deze tentoonstelling. We hebben ook een aantal thema's voor het voetlicht gebracht waar Van Gogh's werkwijze wordt uitgelegd eigenlijk. En daar wil ik een paar thema's van noemen die ook een link hebben met het onderwerp van vandaag. Namelijk het werken in de buitenlucht of in het atelier. Wat belangrijk is ook voor het maken van natuurlijk weer herhalingen van je eigen werk. En het materiaal en gereedschap en in het bijzonder het gebruik van een raster waarmee hij dus andere kopieën maakte. Ik kom daar straks op terug. Ik zal eerst even kort ingaan op de herhaling, of lang eigenlijk moet ik zeggen, met een aantal voorbeelden. Maar daarbij ook natuurlijk de vraag beantwoorden waarom Van Gogh dit deed. En het bijzondere voorbeeld van vandaag is dan de zonnebloemen en de berceuse, die op de eerste etage van de tentoonstelling te zien zijn. Die op een bepaalde manier zijn gepresenteerd zoals Van Gogh dat graag wilde. En dat zegt weer veel over de wijze waarop hij zich met zijn werk wilde presenteren. Dus ook dat zal kort aan bod komen. En verder het verschil in werkwijze dus tussen de eerste versie en de tweede versie. Waarbij natuurlijk de eerste versie naar de natuur wordt gemaakt en de tweede dan in het atelier naar een voorbeeld als het ware. Van Gogh begon zijn carrière met het maken van kopieën naar prenten van andere kunstenaars. En dat is hij eigenlijk altijd blijven doen. Dat was een hele gebruikelijke methode om tekenen te leren. Van Gogh heeft bijvoorbeeld in 1881 een tekencursus die veel werd gebruikt als lesmethode in zijn geheel gekopieerd. Dat waren 197 bladen, prenten, grote losse bladen, die hij dus helemaal natekende. En dat deed hij dan 3 keer in zijn geheel. Dus dat zijn een enorme hoeveelheid bladen die hij geproduceerd heeft. Hij heeft zichzelf voornamelijk het vak eigen gemaakt door heel veel zelfstudie. En hij pakte dat dus heel grondig aan. Hij heeft dus zijn hele carrière is hij steeds ook blijven natekenen als een oefening en verbeteren van met name figuurstudie. U kunt een voorbeeld van een vroege kopie naar een print zien op de tweede etage bij de tekeningen. Wat apart is van Van Gogh is dat hij ook kopieën gaat schilderen. In Parijs in 1887 begint hij daarmee en hij maakt dan 3 kopieën naar Japanse prenten. Waarvan ze zijn alle 3 trouwens in de tentoonstelling te zien. Dit is een heel mooi voorbeeld, omdat we daar ook nog de overtrektekening van hebben die hij dus gebruikte om de voorstelling over te zetten. Het was een Japanse prent, of eigenlijk een illustratie op de voorkant van een tijdschrift van zo'n Japanse voorstelling. En die heeft hij dus overgetrokken en
door middel van dat raster, dat hij dus ook op zijn schilderij dan natekent, kan hij heel makkelijk die voorstelling overnemen. Er zijn er 3 bewaard die we alle 3 in de collectie hebben en die zijn in de tentoonstelling te zien. 2 jaar later, in 1889, als Van Gogh in de inrichting van Saint-Rémy zit, dan pakt hij eigenlijk dat kopiëren weer op. Hij maakt dan maar liefst 28 kopieën naar zwart-wit prenten van kunstenaars die hij heel erg bewondert, zoals Millet, Rembrandt, Delacroix en Doré. En op de 3e etage vindt u daar een hele zaal van met dus de zwart-wit prenten. Dat zijn echt kleine prentjes die hij dan op dezelfde wijze eigenlijk overzet op doek. En daar dan in kleur zijn eigen interpretatie aan geeft. En ook de verfstreek is natuurlijk zijn eigen toevoeging. Dit was iets typisch voor Van Gogh. Voor zover we weten zijn er geen kunstenaars in zijn omgeving die dat ook gedaan hebben. Dat is schilderijen maken naar zwart-wit prentjes. Het was natuurlijk wel gebruikelijk om in het museum te gaan kopiëren naar de beroemde meesters, maar dan maakte hij een schilderij naar een schilderij als het ware. Van Gogh deed dat in Saint-Rémy vooral omdat hij behoefte had aan figuurstudie en hij had geen modellen op dat moment. Hij kon ook niet naar buiten om naar de natuur te schilderen, dus dit was een hele goede manier om toch zijn werk te blijven verbeteren. De Japanse prenten in Parijs, wat dus geschilderde kopieën, maar dan naar kleurenprenten waren, zal hij waarschijnlijk als kleurstudie hebben bedoeld. Het was in ieder geval voor zijn eigen gebruik. Het was niet iets wat hij wilde verkopen of presenteren. Nu de kopieën naar zijn eigen werk. Ook dat is typisch voor Van Gogh. Iedereen kent de versies van de zonnebloemen waarschijnlijk wel, de berceuse. En er zijn nog een heel aantal portretten die waar ook meerdere versies van bestaan. Dat doet hij eigenlijk vanaf zijn verblijf in Arles in Zuid-Frankrijk, waar hij in 1888 naartoe verhuist. En het is wel een soort traditie eigenlijk. Op de academie wordt het ook wel gedaan dat je dus een herhaling schildert naar je eigen werk. Dat is dus niet heel ongebruikelijk, alleen de hoeveelheid die Van Gogh heeft gemaakt, dat is wel bijzonder. Het werd gedaan om echt het eigen werk te verbeteren. En de herhaling was dus ook even goed of had evenveel waarde als het origineel. Van Gogh doet dat dus nog niet in Holland. Er zijn wel varianten bijvoorbeeld op een voorstelling, maar niet voorstellingen die echt hetzelfde zijn. In Parijs doet hij dat voor het eerst. En we zien hier de molen op Montmartre. Een schilderij dat hij in het eerste jaar van zijn verblijf in Parijs heeft gemaakt. Het linkerwerk is in het Kruller-Müller Museum en het rechterwerk is nu in Berlijn. Deze lezing is een beetje steeds zoek te verschillen, want ik heb steeds 2 plaatjes naast elkaar. Maar het zijn natuurlijk nooit helemaal 1-op-1 kopieën, maar de voorstelling is wel heel erg hetzelfde natuurlijk. Deze plek in Parijs is nog steeds hetzelfde trouwens, dus als u er een keer komt, ga maar even kijken. Het is ook vlakbij waar Van Gogh woonde. Je hoeft alleen maar de straat op te lopen, verder de heuvel op en dan kwam je bij die molen. En de reden waarom hij een herhaling maakt, kan zijn dat hij in zijn hoofd had dat hij dat schilderij wilde weggeven, maar ook zelf een exemplaar wilde behouden. In Parijs is hij ook wel echt bewust bezig om verkoopbaar werk te maken en die molens waren natuurlijk een leuk onderwerp daarvoor en hij heeft er dus ook een heleboel geschilderd. Er is een brief bewaard gebleven aan een kunstenaar, Charles Engrand, die hij niet persoonlijk kende, maar met wie hij graag werk wilde ruilen. Hij had een schilderij gezien bij de verfhandelaar Père Tanguy in zijn winkel en dat vond hij heel erg mooi, dat wilde hij graag hebben. En in ruil daarvoor biedt hij dan Engrand aan een gezicht op een molen in Montmartre aan. Het zou heel goed kunnen dat dat dit werk is. En dat hij dus daar eigenlijk 2 versies van had geschilderd met de reden om het weg te geven of te verkopen. Van die ruil is het nooit gekomen. We hebben wel een ander voorbeeld uit Parijs dat hij wel heeft weggegeven of geruild met een kunstenaar. En dat is dit gezicht uit Theo's appartement. Iets later geschilderd in de lente van 1887. We zien het uitzicht uit de woonkamer van het appartement van de broers waar ze woonden in de Rue de Piek. En we zien de huizen aan de overkant met daar in de achtergrond het uitzicht op Parijs.
ook dit uitzicht is er nog. En tegenwoordig is het zelfs beschermd. Er mag niet meer gebouwd worden, zodat het zo blijft als Van Gogh heeft geschilderd. Het linkerwerk is in onze collectie en is nu in de tentoonstelling te zien op de tweede etage. Het rechterwerk is nu een privécollectie en is ooit in bezit geweest van Henri de Toulouse-Lautrec. Op dat moment was Van Gogh bevriend met hem en ze werkten ook wel samen. En het is heel waarschijnlijk dat hij deze tweede versie... Het is niet helemaal een herhaling, want je ziet het is een ander gezichtspunt. En de kleuren verschillen ook nogal. Maar het is toch wel leuk om het hier even te noemen, omdat hij het waarschijnlijk heeft weggegeven of heeft geruild. Wij hebben een tekening, een gekleurde krijttekening in de collectie, vindt u op de derde etage. Een portret van Van Gogh in zijn stamkroeg Café de Tambourin. Door Toulouse-Lautrec, dus het is heel goed mogelijk dat ze dus op die wijze werk hebben uitgewisseld. En dit is dus vooral een leuk voorbeeld, omdat we zullen zien dat later, als hij dus echt op grote schaal herhalingen gaat schilderen, is heel vaak de reden dat hij dus werk wil weggeven aan zijn vrienden, maar ook voor zichzelf en voor Theo een exemplaar wil bewaren. Nog even over dit schilderij. Er is op de tweede etage een soort inzoomend onderdeel op dit schilderij. Je kunt dus heel mooi zien hoe het is opgebouwd. Er zit een ander schilderij onder, vervolgens een afdeklaag. En hij heeft dus een hele gedetailleerde ondertekening met behulp van een perspectiefraam gemaakt. We zien dat ook in het tweede schilderij. Hier. Daar is dus ook zo'n kader te zien. Het is misschien niet heel duidelijk, maar dat moet u dan maar van mij aannemen. Nog een voorbeeld uit Parijs. Het portret van de verfhandelaar Julien Tanguy. Ik heb hem al genoemd. Door de kunstenaars werd hij Père Tanguy, vader Tanguy genoemd. En dit is ook niet een letterlijke herhaling. De pose is wel hetzelfde, maar de achtergrond is anders. En ook de manier van schilderen en het kleurgebruik zijn heel verschillend. Het is dus wel waarschijnlijk dat hij één schilderij heeft gemaakt waar Tanguy dan voor kon poseren. We weten dat dat gebeurde in het atelier van Emile Bernard, net buiten Parijs. En dat ook Bernard dan bij dat gelegenheid een portret van Tanguy schildert. Maar hij zal de tweede versie hebben overgenomen als het ware en zelf die achtergrond weer anders hebben ingevuld. Het linkerwerk is nu in Musée Rodin. En zal voor de tweede helft van de tentoonstelling vanaf 1 september hier in het museum te zien zijn. En het andere werk, dat hield Theo en dat is nu in een privécollectie. Ook hier dus was er één versie voor de geportretteerde, want het schilderij uit Musée Rodin is ooit in bezit van Tanguy geweest. En het andere was voor Theo. En datzelfde doet zich voor als Van Gogh dan in Arles is. Hij is hier net aangekomen in Arles en maakt van een hele serie bloeiende boomgaarden. In totaal 10 boomgaarden, 10 grote versies en 3 wat kleinere schilderijen. En dit is er één van. Hij is daar zelf heel erg tevreden mee en draagt het dan op aan Anton Mauve, die pas is overleden. Anton Mauve was zijn aangetrouwde neef en zijn leermeester ook een tijdje in Den Haag. En Van Gogh is erg geraakt door de dood van Mauve en besluit dan zijn weduwe een schilderij te schenken ter nagedachtenis aan Mauve. En dat schrijft hij ook op het schilderij. Hier. Souvenir de Mauve. En daaronder zie je zijn naam. Hij wilde aanvankelijk, hij heeft er eerst opgezet Souvenir de Mauve, Vincent en Theo. En zegt dan tegen Theo, als je wil kan ik dat er ook afhalen, als je wil dat ik het alleen aanbied. Dat is waarschijnlijk ook gebeurd, want toevoeging die is er dus afgehaald toen de verf nog nat was. Maar hij stuurt het dan op aan Theo en die stuurt het weer door aan de weduwe van Mauve. Maar voordat hij dat doet, maakt hij er een herhaling van, het rechterschilderij, wat nu in onze collectie is. En ook in de tentoonstelling hier te zien. Dat doet hij omdat hij inmiddels heeft bedacht dat schilderij een onderdeel moet zijn van een triptiek van 3 schilderijen. Dit wat van het middendeel. En dat schetst hij ook in een brief. De schilderijen hangen ook op die manier aan de muur. Die presenteren we zo, zoals Van Gogh dat dus bedacht heeft. En dit triptiek van boomgaarden is dan het eerste triptiek van totaal 3 wat hij dus voor ogen heeft. Dus hij is heel erg bezig in
te denken in series en hoe presenteer ik mijn werk. Dat is iets wat in die tijd ontstaat. Het is ook precies in die periode dat hij voor het eerst werk tentoonstelt in Parijs. Op de eerste officiële tentoonstelling waar hij aan deelneemt. De tentoonstelling van de artiesten indépendant. Dus in het voorjaar van 1888 is dat. Er zijn drie schilderijen van hem te zien. Twee landschappen en een stilleven van boeken. Ook daar zal hij ongetwijfeld hebben nagedacht over die combinatie. Dus de natuur en cultuur als het ware, boeken, moderne romans. En hij hoopt natuurlijk dat hij ook eindelijk eens een keer gaat verkopen. En dat is ook de reden dat hij zoveel boomgaarden gaat schilderen. Omdat hij dat als een heel mooi en vrolijk motief in Holland aan de man hoopt te brengen. Deze herhaling is dus ook bedoeld om het geheel intact te houden. Dan kan hij dus dat andere werk weggeven. Dus ja, dat herhalen, dat heeft alles mee te maken dat hij vrienden werk wil geven, maar ook hangt het samen met het presenteren van zijn werk als geheel. Vanaf dat moment zie je dat hij steeds vaker herhalingen gaat maken, vooral portretten, ook wel andere, maar bij portretten komt het meest voor. En dat zijn nooit één op één kopieën, hij varieert eigenlijk altijd. Soms de achtergrond, in ieder geval ook de penseelstreek, de kleuren vaak. Hij probeert verschillende dingen uit om zo zijn eigen werk te verbeteren. Dat is ook ja, wat hij er dan natuurlijk nog zelf aan heeft. Een prachtig voorbeeld is de serie van 5 portretten van de postbode Roulin. Die maakt tussen augustus 1888 en april 1889. Roulin was een goede vriend van hem in Arlen. En die dus veel bij hem langskwam, ze gingen samen drinken. Zijn hele gezin heeft geposeerd voor Van Gogh, vrouw, 2 zoons en zelfs de pasgeboren baby. En Roulin komt dus voor het eerste portret, linksboven, komt hij eind augustus poseren. Eind juli, geloof ik, ja, nou doet er niet toe. Komt hij poseren en dan maakt hij ook een groot portret van hem ten voeten uit, met zijn uniform aan. Heel trots, in vol ornaat. Van Gogh schrijft later dat zijn vrouw net die dag was bevallen. Dus hij heeft het, hij is echt helemaal happy. Dat zie je hier ook. En dan vervolgens komt hij nog een keer poseren. Dan is Gauguin bij Van Gogh in Arles. En dan komt het hele gezin poseren en ontstaat dit portret. Vervolgens de 3 versies, die maakt hij dan later en die maakt hij dan niet naar de werkelijkheid, want Roulin is dan al naar Marseille vertrokken, dus kan niet komen poseren. En die maakt hij dus naar dat grote portret. De 3 versies die we onder, het rechterwerk en de 2 onderste, zijn dus gebaseerd op dit grote portret dat Van Gogh achter heeft gehouden. Het eerste linkerportret heeft hij dan al naar Theo gestuurd en het middelste, bovenste zat met de gele achtergrond, is door Roulin meegenomen. En dit maakt hij maakt dus 3 versies nog, als in dezelfde periode dat hij ook de berceuse schildert, waarvoor de vrouw van Roulin model zit. Die 3 versies, die 3 onderste versies, zijn dus herhalingen, kopieën van zijn eigen werk. En ook hier gold dat hij dus meerdere versies maakte, zodat hij degene die het portret voor het portret poseerde, een versie kon geven, maar ook zelf iets kon houden. In dit geval kreeg Theo dus de eerste. De tweede ging naar Roulin. En Theo kreeg ook nog een derde. En uit herkomstonderzoek blijkt dat dat nummertje 4 was, dus deze. Die zich nu in een Museum of Modern Art bevindt. Van de overige 2 weten we het niet zeker, maar we nemen aan dat het gesigneerde portret ook nog naar Roulin ging en het andere met de bloemetjesachtergrond aan zijn vrouw werd gegeven, die ook een versie van haar portret kreeg. Daarmee gaan we naar de berceuse. Dat was dus de vrouw van de postbode, Augustine Roulin. Zij kwam poseren voor het eerste portret. In december 1888, toen Van Gogh en Gauguin samen in het Gele Huis in Arles woonden en werkten. En ook Gauguin heeft haar geschilderd, heeft een portret van haar gemaakt. Van Gogh die is aan het portret bezig op het moment dat hij ziek wordt, dat hij een
eerste aanval van zijn geestesziekte krijgt, waarbij hij een deel van zijn oor afsnijdt. En het portret is dus onvoltooid en hij pakt dat weer op als hij terugkomt uit het ziekenhuis. Hij is erg tevreden over de kleurencombinatie. Hij schrijft daar ook over aan zijn broer dat hij qua impressionistische kleurenschikking nog nooit iets beters heeft gemaakt. Hij wilde niet per se een goed gelijkend portret maken, maar meer een voorstelling, een heel symbolische voorstelling van een wiegster. Berceuse betekent wiegster, maar ook wiegelied in het Frans. Het schilderij moet door zijn onderwerp en ook de kleurstelling troost bieden. En dat kan hij in die tijd zelf wel goed gebruiken natuurlijk. Hij kwam net terug uit het ziekenhuis en ja, was dus echt behoorlijk ziek geweest. Gauguin was vertrokken, terug naar Parijs. Hij kon eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen, want zijn droom van een gezamenlijk atelier was in duigen gevallen. Het schilderij, ja, de berceuse is eigenlijk de soort archetype van de moeder. Zij wiegt haar kind in slaap, ze heeft een touw in haar hand waarmee ze dus de wieg heen en weer schommelt. En het is een hele troostrijke voorstelling eigenlijk. En Van Gogh is er dus heel tevreden over en maakt daar dan 4 herhalingen uiteindelijk van. Waarin hij steeds enigszins het bloemmotief varieert en ook de kleuren. De ene is wat donkerder, de andere is wat lichter. En als hij er 3 klaar heeft, dan toen zei hij tegen Madame Roulin, je mag er 1 uitkiezen, want zij heeft natuurlijk geposeerd. En zij kiest er 1 uit en dat hij zegt ze heeft goed gekozen, want het is echt de allermooiste. Het is trouwens ook het enige waarbij ze de handen andersom heeft. Het is deze. Nu in het Metropolitan Museum in New York. En hij wil er graag nog een herhaling van maken, maar omdat zij het al heeft meegenomen, zie je dat er na de 2 latere, dus deze, die handen weer op dezelfde manier als de eerdere versies zijn geschilderd. De 2 eerste zijn nu in respectievelijk Boston en Chicago. En de laatste 2 nu in het Stedelijk, die hangt hier op de eerste etage nu even te leen, en in het Kröller-Müller. Tegelijkertijd met de versies van de berceuse werkt Van Gogh ook aan herhalingen van zonnebloemen. Zijn deze. Hij had in augustus 1888, dus in dezelfde tijd dat hij ook het portret van de postbode Roulin schildert, had hij 2 schilderijen van zonnebloemen gemaakt. Die linksboven en linksonder. Dus hij schildert, hij heeft een vaas met bloemen dan echt voor zich staan, want in augustus bloeien die zonnebloemen. En hij maakt 2 varianten eigenlijk op hetzelfde thema met verschillende kleurstellingen die elkaar heel mooi complementeren als het ware. Dit doet hij als onderdeel van een hele serie werken die hij maakt, bestemd ter decoratie van zijn huis, het gele huis. Hij is dan grote afwachting van de komst van Gauguin. Die heeft al in mei gezegd dat hij wel naar Arles wil komen, maar dat duurt nog even en uiteindelijk zal hij pas in oktober komen. En Van Gogh werkt in die periode ongelooflijk hard om zoveel mogelijk schilderijen te maken om hem te laten zien wat hij kan. En die zonnebloemen die kiest hij aanvankelijk, wilde hij ze in het atelier hangen, maar uiteindelijk besluit hij ze in de slaapkamer van Gauguin op te hangen. Hij weet dat Gauguin van zonnebloemen houdt, want in Parijs hebben ze ook wel eens een ruil gedaan van werken. En toen heeft Gauguin 2 kleinere stillevens van zonnebloemen gekregen. Dus hij weet dat hij hiermee goed zit en dat Gauguin waarschijnlijk wel onder de indruk zal zijn. En dat is natuurlijk precies de bedoeling, want Gauguin was een ervaren en wat bekendere schilder en Van Gogh keek erg tegen hem op. Nou ja, Gauguin vindt de zonnebloemen prachtig en als hij dan later weer in Parijs is, nadat Van Gogh naar het ziekenhuis is gegaan, schrijft Gauguin hem dat hij zo graag het schilderij met een gele achtergrond wil hebben. Hij bedoelt dus deze. De linker, de versie die nu in de National Gallery van Londen is, maar nu dus even hier hangt bij ons. En Van Gogh die wil dat werk niet ruilen voor de studies die Gauguin heeft achtergelaten in het gele huis. Dat vindt hij eigenlijk te min, zeg maar. Hij moet er echt wel iets beters tegenover stellen. Maar hij zegt ook, ik wil dat schilderij natuurlijk niet zelf kwijt. Dus hij begint een herhaling te maken en maakt dan ook meteen een herhaling van het tweede schilderij. En die zien we dus hier rechts, deze en die.
Terwijl hij daarmee bezig is, komt hij op het idee om de zonnebloemen en de berceuse eigenlijk te combineren tot een triptiek. En dan heeft hij het idee dat die zonnebloemen zullen dan als gele luiken die berceuse verlichten als het ware. Hij schrijft daarover aan Theo, als hij dus bezig is met en de herhalingen van de berceuse en van de zonnebloemen. En ik wil graag een passage citeren uit een brief waarin hij dus zelf uitlegt wat die doeken voor hem betekenen. Tijdens je bezoek zul je denk ik in de kamer van Gauguin twee doeken van 30. Bezoek zal even uitleggen trouwens. Theo was langs geweest of was snel naar Arles gekomen omdat Van Gogh ziek was. Was in het ziekenhuis bij hem geweest en daarna ook nog in diens huis. Dus die heeft daar die zonnebloemen gezien. Tijdens je bezoek zul je denk ik in de kamer van Gauguin wel twee doeken van 30 met zonnebloemen gezien hebben. 30 is ongeveer zo'n formaat, 90 bij 70. Ik heb zojuist de laatste hand gelegd aan de herhalingen, die absoluut gelijkwaardig en eender zijn. Ik heb je geloof ik al gezegd dat ik bovendien een doek heb van een berceuse, dat waaraan ik werkte toen mijn ziekte ertussen kwam. Daarvan heb ik op dit moment ook twee versies. Over dit doek heb ik onlangs aan Gauguin verteld, omdat hij en ik hadden gepraat over de IJslandvaarders en hun naargeestige isolement, blootgesteld aan alle gevaren, alleen op de trieste zee. Ik heb daarover dus onlangs aan Gauguin verteld dat ik na die vertrouwelijke gesprekken het idee kreeg om een dusdanig schilderij te schilderen dat zeelieden, kinderen en martelaren tegelijk, dat ziende in de scheepskajuit van IJslandvaarders een deining zouden voelen die hen zouden herinneren aan hun eigen wiegelied. Nu, het lijkt zo je wilt op een kleurenprent uit een bazaar. Een vrouw in het groen met oranje haren tekent zich af tegen een groene achtergrond met roze bloemen. Die onverenigbare hoge tonen van felroze, feloranje en felgroen worden getemperd door lagere tonen rood en groen. Ik stel me die doeken juist tussen die van de zonnebloemen voor, die al dus aan beide zijden staande lampen of kandelaars vormen van hetzelfde formaat. En het geheel bestaat zo uit 7 of 9 doeken. Einde citaat. Een geheel van 7 doeken, dus 4 zonnebloemen en 3 berceuses, of 9 doeken, dus dan heb je weer 3 triptieken. Hetzelfde idee als met de boomgaarden. In een brief iets later, een paar maanden later, aan Theo maakt Van Gogh een schets van zo'n triptiek, dus de berceuse te midden van zonnebloemen. En hij noemt het een decoratie voor de achterwand van een scheepskajuit, waar hij ook eerder aan refereert. Dus het geheel moet troost bieden aan matrozen die eenzaam op zee, IJslandvaarders, die eenzaam op zee ver weg van hun familie zijn. En je kunt je voorstellen dat Van Gogh zich misschien op dat moment ook een beetje zo voelde. De gele en oranje tonen, schrijft hij dan nog een keer, de gele en oranje tonen in het hoofd van de berceuse, in het gezicht en haar haar, krijgen dan meer glans door de gele luiken ernaast. En dat ziet er dan zo uit, althans zo ziet het er nu op de eerste etage bij ons uit. Ik moet er voor de volledigheid bij vertellen dat Van Gogh zelf de 2 zonnebloemen met verschillende achtergronden had bedacht om naast de berceuse te hangen. Maar bij ons zijn het 2 versies met gele achtergrond geworden om de eenvoudige reden dat de musea in München en Philadelphia hun werken niet uitlenen. Ze zijn te kwetsbaar. Maar dit geeft wel ook een heel mooi beeld van hoe Van Gogh dat voor zich zag. En u kunt dat zelf gaan bekijken in de tentoonstelling. En de derde versie trouwens, die dus de derde versie met gele achtergrond, bevindt zich nu in Tokio. En die wordt niet vermeld in de brieven, maar daarvan wordt aangenomen dat Van Gogh die in december 1888 schilderde toen Gauguin bij hem was, omdat hij op dezelfde soort jute is geschilderd als ze daar veel gebruikten. Het idee om zijn doeken te combineren tot een triptiek was natuurlijk niet de enige reden dat Van Gogh zoveel versies maakte, dat hij herhalingen maakte. In ieder geval deze specifieke herhalingen is het duidelijk dat hij zowel de berceuse als de zonnebloemen beschouwde als een heel geslaagd motief. En dat het ook op een bepaalde manier symbool stond voor de tijd die hij samen met Gauguin in Arles had doorgebracht. In dezelfde brief aan Theo die ik net noemde, schrijft hij ook dat hij graag Gauguin en Bernard allebei een versie van de berceuse wil geven als teken van vriendschap. Dus dat is echt een cadeau. De zonnebloemen, die 2 herhalingen die voor Gauguin zijn bestemd, die kan hij dan krijgen, schrijft hij, als hij zelf er iets goeds voor terugstuurt.
zo zou Gauguin dus een heel triptiek hebben en ja, echt dat de drietal compleet hebben. In een paar maanden voor zijn dood komt Van Gogh daar dan nog een keer op terug. En dan zegt hij weer van nou, ik hoop dat Gauguin dat triptiek van mij kan krijgen. Dat is niet gebeurd. Wel hebben Gauguin en Bernard allebei een berceuse gekregen. Dus Bernard krijgt die, nu in Boston. En Gauguin, die daarnaast, die nu in Chicago is. Dat is waarschijnlijk, dat is in ieder geval pas na de dood van Van Gogh gebeurd. En waarschijnlijk ook pas na Theo's dood. Dus die ruil van de zonnebloem is er waarschijnlijk gewoon niet van gekomen. Omdat het ja, er niet meer van kwam eigenlijk. Dit wat betreft de zonnebloemen en de berceuse. Ik wilde nog kort een paar voorbeelden laten zien van een ander soort herhalingen of kopieën naar zijn eigen werk die Van Gogh maakte, waarbij het gaat om kleinere versies, wel dezelfde voorstelling, maar dan kleiner. En dat zijn deze, de zaaier. De grote versie is in Zurich in de Buurdencollectie en de rechter is bij ons in het museum, op de derde etage te zien. En hier zie je dat, dat hij eigenlijk een soort replica, een kleinere versie maakt van een geslaagd motief. Er is ook wel gedacht dat dit een voorstudie was, maar uit technisch onderzoek blijkt dat hij dus die kleine versie, dat hij precies wist wat hij deed. Die boom die is uitgespaard, hij was al helemaal, hij wist wat de voorstelling moest worden. Terwijl je in de eerste versie zie je nog wel wijzigingen in de compositie. Een ander voorbeeld is de slaapkamer, waarvan wij de eerste versie hebben, links. En de tweede zich in het Art Institute of Chicago bevindt. Een kleinere versie is nu in Parijs, in Musée d'Orsay. En hier was het eigenlijk weer een andere aanleiding. De slaapkamer was beschadigd bij een overstroming van Van Gogh's atelier. De Rhône was buiten zijn oevers getreden. En hij heeft het schilderij eerst naar Theo gestuurd om het te laten restaureren. Maar hij vraagt het dan terug, zodat hij er een herhaling van kan schilderen. En dat doet hij dan in Saint-Rémy, als hij in de inrichting zit. Hij schildert dan die tweede versie, die ook in kleurstelling toch weer net anders is. En ook hier heeft hij wat details aangepast. Er hangen bijvoorbeeld andere portretjes aan de muur. De derde, dat is dus een kleiner formaat, wat hij maakt voor zijn moeder en zijn zus. Om naar Nederland te sturen, zodat zij eigenlijk een groepje werken hebben. Naar zijn meest geslaagde schilderijen eigenlijk een extra versie. En datzelfde met de maaier. De eerste versie is nu in Kruller-Müller, de tweede versie is bij ons. Ook hier te zien, de derde etage. En een kleine weer voor zijn moeder en zijn zus, die zich nu in Essen bevindt. Op dezelfde manier dus ook weer ja, aangepakt eigenlijk. Daar wilde ik het bij laten. Dank u wel voor uw aandacht en veel plezier.